Ik ben Bert, ik ben voorzitter van de jury van de Leidse Vrijwilligersprijs. Een wisselende club van mensen die wat met vrijwilligers hier in de stad hebben en die dus de nominatie en de prijsuitreiking regelen. Maar dat doen we allemaal namens de gemeente Leiden, want de gemeente Leiden heeft ook wel iets met vrijwilligers. En daarom ben ik blij dat onze wethouder Marleen Dame in ons midden is en die wil er iets over gaan zeggen. Welkom Marleen. Zo, goedemorgen allemaal. Ik zet even mijn bril op, want na 2 jaar corona en schermen zie ik niet zoveel meer van dichtbij, kan ik u vertellen. En nou, wat fijn dat we hier allemaal kunnen zijn, hè. Dat vind ik, vind ik zelf echt wel heel bijzonder. Want we hebben vorig jaar het natuurlijk niet door kunnen laten gaan. En daarom zijn wij als gemeente, als college, ontzettend blij dat we toch een manier hebben gevonden om dit jaar wel de vrijwilligersprijs uit te reiken en plaats te laten vinden. En daarom gaat mijn dank als allereerste uit naar de jury en alle partijen die dit mogelijk hebben gemaakt. Nou ja, vorig jaar konden we dus de uitreiking niet door laten gaan. En daarom zou het ook extra triest zijn als we ook dit jaar niet alle vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten. Want de inzet van vrijwilligers en de initiatieven van burgers zijn van grote maatschappelijke waarde voor de Nederlandse samenleving. En dat vind ik niet alleen, dat vindt u vast ook allemaal, maar er is inmiddels ook veel wetenschappelijk bewijs voor. En ik noem een aantal dingen uit het rapport dat is opgesteld in opdracht van de samenwerkende brancheorganisaties Filantropie. Wat een mooie naam, de SBF. En er is specifiek gekeken in dit rapport naar de maatschappelijke waarde van burgerinitiatieven. En het onderzoek geeft 7 punten aan waar het burgerinitiatief en waar de vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan leveren. In de eerste plaats innovatieve oplossingen die impact hebben op maatschappelijke vraagstukken. Vrijwilligers weten vaak slimme dingen zelf te bedenken, waarbij soms als overheid of als professionals niet opkomen. Dus samen ontdekken we slimmere dingen. En een krachtige civil society, ja, dat is een beetje een Engels woord, ik noem het altijd gemeenschappen. Gemeenschappen maken, het sociale cement zijn van de gemeenschap en ervoor zorgen dat je eigenlijk de professionals, de politiek en de burgers aan elkaar verbindt en zo het algemeen belang van de Nederlandse samenleving versterkt. En een veerkrachtige samenleving die tegenslagen aan kan in tijden van rampen of crisis. Maar ja, de afgelopen 2 jaar hebben we meegemaakt hoeveel zo'n coronacrisis van ons vraagt. Dat vraagt veel veerkracht, veel innovatie. En de vrijwilligers in onze stad hebben laten zien dat ze dat kunnen. Wat ook van belang is bij vrijwilligerswerk is welzijn, zingeving en zelfredzaamheid van mensen die vrijwilligerswerk doen en die daardoor ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen. En ik weet niet of u het concept positieve gezondheid kent. Volgens mij wordt dat steeds. Ik zie hier meneer Krul hiervoor, die kent dat. Gezondheid is zoveel meer dan alleen niet ziek zijn. En een van de belangrijkste pijlers voor mensen om zich prettig en gezond te voelen is dat ze meedoen, zich gezien voelen, erbij horen. En vrijwilligerswerk is een heel belangrijk middel om dat bij mensen voor elkaar te kunnen krijgen. Ook aandacht vragen voor misstanden of buitengesloten groepen in de samenleving en opkomen voor zaken die op dit moment nog onvoldoende aandacht krijgen. Is iets wat vaak vrijwilligers doen en wat vanuit vrijwillige initiatieven ontstaat. Het samenbindend vermogen, mensen stimuleren om mee te doen, de samenleving bij elkaar te brengen en te voorkomen dat mensen verschillende groepen langs elkaar heen leven. Want dat is iets wat we natuurlijk in toenemende mate zien. Mensen die in hun eigen bubbel leven, versterkt door de sociale media, die volgens algoritme vooral bevestigt wat jij toch al vindt. En vrijwilligers en al hun initiatieven zorgen ervoor dat je toch elkaar weer ontmoet en meer begrip en erkenning krijgt voor elkaars standpunten. En dan hoef je het van mij niet eens te worden. Maar het is in ieder geval al goed als je er met elkaar over praat. En ik vind zeker in deze tijd, tijdens de corona, nou, ik hoef u maar de QR-code of de vaccinatie te noemen. Het zijn dingen die het er niet gezelliger op maken. En daar kunnen we van alles van vinden. Maar ik hoop dat we er met elkaar over blijven praten. En ik zie dat vaak vrijwilligers en hun initiatieven ervoor zorgen dat dat lukt. En dat we elkaar blijven treffen. En dat treffen is wel een beetje lastig, dus vandaar, ja, ik sta niet meer zo vaak voor zoveel mensen, dus het is echt heel fijn dat dat een keer weer kan. Want zelfs alle vergaderingen gaan digitaal en ik kan u vertellen, daar is helemaal niks aan.
Dus ik hoop dat we heel snel dit weer vaker kunnen doen en u elkaar ook kunt zien. En ja, dat zei ik net al, het versterken van de dialoog over maatschappelijke kwesties die op dit moment volop spelen. Nou, en gezien de lijst van genomineerden, ja, eigenlijk al die genomineerden hebben wel iets te maken met de bovenstaande 7 punten die ik net noemde. Zoals ik al zei, vrijwilligerswerk is van groot belang voor onze samenleving, maar ook in het belang van de vrijwilligers zelf. Andere mensen helpen en nieuwe mensen ontmoeten, die je anders niet zou tegenkomen, levert behalve een gevoel van welzijn ook nieuwe kennis en vaardigheden op. En hoewel er vaak een groot tekort aan vrijwilligers is, blijken er toch ook nieuwe initiatieven te zijn die op een meer innovatieve wijze met het werven van vrijwilligers omgaan. Een meer projectmatige invulling geven aan het vrijwilligerswerk ligt voor de hand. We moeten het op een andere manier gaan organiseren om ook nieuwe en jongere generaties aan vrijwilligersinitiatieven en vrijwilligerswerk te binden. En dat lukt ook. En ik ben daar ook heel positief over. Als je kijkt rondom de klimaatbeweging bijvoorbeeld, dat is echt zo'n maatschappelijk vraagstuk wat heel veel jongeren bindt en waarvoor ze in de benen komen. Dus we zullen het op andere en nieuwe manieren moeten doen, maar die gaan we gewoon met elkaar ontdekken, zodat het vrijwilligerswerk overeind blijft staan. Bij de organisatieprijs is er door de jury goed gekeken of er sprake is van goed vrijwilligersbeleid. De organisatie die dit doet, geeft aandacht aan alle onderdelen van goed vrijwilligersbeleid. En de huidige genomineerden, zoals de Leidse Rechtswinkel, Fietsmaatjes Leiden en Leiderdorp en de Stichting Voedselbank Leiden en Omstreken, leveren elk op hun eigen manier een zeer belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de samenleving. Hulde hiervoor. En ook dan nog aandacht voor de vrijwilliger die individueel of in een groep hun werk verrichten. Vaak al jarenlang, vaak niet zo heel zichtbaar en met heel veel inzet. Mooi dat we vandaag in de gelegenheid zijn om 3 genomineerden in het zonnetje te zetten die dit doen, want ze hebben het meer dan verdiend. En nu is het woord aan de jury om de genomineerden toe te spreken. En straks zien we elkaar nog. We zijn hier. En dan, ik ben zelf ook heel benieuwd wie het gaat worden, want dat hebben ze mij niet verteld. Dus voor mij is het ook spannend. Dus ik zou nu de jury willen vragen om het woord van mij over te nemen en verder het verhaal af te maken. En, nou, hartelijk dank en ook namens de hele gemeente, het college, nu alvast aan alle vrijwilligers, alle maatschappelijke initiatieven. Dank je wel, hou het vol en zorg dat je nieuwe generaties aan je kunt binden. Dank u wel, mevrouw de wethouder. Ik heb nog een paar andere mensen die ik graag aan jullie voor wil stellen. Wij worden als jury ontzettend geholpen door Inclusio Leiden. En ook in ons midden is Jolanda Wolfs, programmamanager van Inclusio Leiden. Maar daar komt straks nog, die komt straks nog aan het woord, zou je vast wel van alles al merken. Verder wordt dankzij Sleutelstad wordt dit allemaal live gestreamd. En kan je het ook allemaal vanavond thuis nog terugkijken op het YouTube-kanaal, denk ik, hè Robert, van Sleutelstad. Dank je wel. En behalve beeld hebben we ook geluid. We hebben onze zanger Esdor in ons midden. Die heeft een heel mooi lied geschreven, wat we nog heel vaak gaan zingen vanmorgen. Maar we gaan het eerst even oefenen. Dus wat dat betreft, de teksten komen op de schermen te staan. Dus we gaan eerst even oefenen met het lied. Esdor, hij is voor jou. Goedemorgen. Ik ben Esdor. U kent mij niet, maar dat hoeft ook niet. Ik ben een Bart. En bij een Bart denk je misschien, een Bart? Nou, denk maar even aan Asterix, die man in die boom. Ik hoop niet dat ik zo eindig vanochtend. Maar barden bezingen de daden van mensen. En in het verleden waren dat de daden van koningen en keizers. Maar vanochtend mag ik de daden van jullie genomineerden gaan bezingen. Ja, ook die van jou. En dat vind ik een voorrecht en een eer, want het zijn denk ik misschien wel belangrijker daden dan die heel veel koningen en keizers doen. Maar ik doe dat niet alleen, hoop ik, want ik zou graag willen dat de mensen hier achter ons ook meedoen. Alleen het probleem is een beetje, we hebben corona. En rondom corona wordt dan toch geadviseerd om niet te zingen. En als je zingt, doe het dan ingetogen, zoals dat heet. Maar daar heb ik een oplossing voor gevonden. Maar hoe kan men dan participeren?
En ik heb het lied geschreven op de wijze van Radio Gaga van Queen. Bekend? Ja, oké. Okay. En daar hoort een klapje bij. Juist, precies. U had hem door. En ik heb even iemand gevraagd om opperklapper voor mij te zijn. Wie was de vrijwilliger die opperklapt? Zij. Kom je erbij? Ja, je moet er wel even bij. Oké. Okay. We krijgen straks een couplet voor iedere genomineerde. Vervolgens doen we een pre-chorus, heet dat. Dat is een klein stukje ertussendoor. En daarna komt het refrein. En het refrein gaat als volgt. Hè? En dan gaat zij meeklappen, hoop ik. Ja? Want het is een beetje multitasking dit. Een kleine daad, een groot gebaar. Een stad die maak je met elkaar. Met elkaar. 1, 2, 3, 4. Hulde aan de helden van Leiden. Die vreugde verspreiden. Mensen verblijden. Klappen nu voor de helden van Leiden. Die heel bescheiden. Niet om eer of poen. Ja, oké. Okay. U heeft hem door. Dan ga ik een introductiecoupletje doen. En dan gaan we eens even kijken of dat gaat werken. Dit ging al heel aardig en we gaan het nog 9 keer doen. Dus tegen de tijd dat we klaar zijn, dan hebben we hem echt helemaal door. Dank. Dank je, Esdor en Lotte natuurlijk. Ja, dat ging heel goed. Dus die volgende 9 keer gaan vast helemaal lukken. Deze morgenmiddag, wat wordt het, heeft in feite 2 blokjes. Eerst gaan we het hebben over alle genomineerden. En als dat allemaal gebeurd is, gaan we daarna over naar de echte prijsuitreiking. We beginnen met de genomineerden en dan gaan we als eerste gaan we het hebben over de organisatieprijs. En als eerste hebben we daarvoor en dan vraag ik mijn collega jurylid Thijs naar voren. Gaan we het hebben over de Leidse rechtswinkel en daar gaat Thijs het nodig over vertellen. Ga je gang, Thijs. Ja, dames en heren, ik mag het spits afbijten en ik heb meteen, vind ik zelf, de allerleukste kandidaat te pakken. Op de een of andere manier krijg ik het ieder jaar voor elkaar om de leukste eruit te vissen. Die wordt me dan ook gegund door mijn mede-juryleden, waarvoor dank. Jullie raden het al, het stond net ook op het scherm. De Leidse rechtswinkel, jongens, is een beetje mijn alma mater. En ik ga u nemen in mijn geschiedenis, want uiteindelijk doe ik ook wel eens het een en ander vrijwillig in de stad. En dat is ooit begonnen in 1977 in slagwaterregen, 2 dagen lang zwaaiend op een praalwagen van het Rijnsgors Bloemencorso. Daarna is er heel lang niks gekomen en toen kwam daar de Leidse rechtswinkel, gevestigd in de Ketelboetersteeg. En ergens in de vergaderingen die we gehad hebben over onze genomineerden, kwam de rechtswinkel voorbij. Het was mijn absolute favoriet. En ik mocht dus het jaarlijkse interview doen met een van die 3 genomineerden en uiteraard de rechtswinkel.
Nou, wat deed ik? Ik reed naar de ketelboetersteeg en stond daar voor de deur, keurig op tijd. Om vervolgens tot de conclusie te komen dat het daar al 20 jaar niet meer zit. En dat was niet zo heel erg slim. We hebben daarover gebeld, dames en heren. Maar laat ik beginnen met misschien wel even het team te introduceren. Er staan buiten nog 116 mensen te wachten die er niet in mochten. Dat is een club van 120 man, maar we hebben wel weten te strikken. 5 mensen van de Leidse rechtswinkel. Jullie heel even gaan staan, jongens. Heel even laten zien wie jullie wel niet zijn. En mag ik daar dan een daverend applaus voor? En zij doen dat alles dit jaar onder leiding van de buitengewoon charmante Anne-Sophie. Anne-Sophie, wil jij ook even gaan staan? En mag ik ook daar een applaus voor? En waar hebben ze dan die nominatie aan te danken? Jullie moeten je voorstellen, er zijn in Leiden zijn er op dit moment zo'n 120 studenten die zich een heel aantal jaartjes tijdens hun studie inzetten voor de minder bedeelden. En mensen die lopen met rechtsvragen. En ik moet dit gaan voorlezen, want het is te veel hun beleid. Zij houden zich bezig met wonen en overheid, immigratierecht, strafrecht en burgerlijk procesrecht, arbeidsrecht, belastingrecht, niet onbelangrijk, consumentenrecht en persoon- en familierecht. En hoe doen zij dat? Zij hebben een organisatie die aan alle kanten de nodige aanwas krijgt, maar buitengewoon kritisch zijn in hun aannamebeleid. Dus ze hebben een aantal eisjes. Er moet een daverende en kloppende cv worden ingeleverd. De propenduizen moet behaald zijn, dus de sukkels komen nog niet binnen. De cijferlijst moet ook nog eens een keertje op orde zijn. Er wordt vervolgens gekeken naar een goede spreiding tussen de verenigingen. Daar kom ik zo op terug. Zodat niet alleen maar één sentiment doorklinkt. Anderstaligen worden buitengewoon enthousiast ontvangen, want er zijn steeds meer anderstaligen in de stad en die moeten we ook kunnen bedienen vanuit die Leidse rechtswinkel. Kortom, er wordt over van alles nagedacht. Los daarvan, als je dan door die sollicitatie heen bent, dan krijg je nog eens een keertje de maatregel opgelegd dat je het niet op je cv mag zetten, want daar gaat het niet om, tenzij je tenminste 1,5 jaar blijft. Je krijgt een verplichte training. Je krijgt ook nog eens een keer een verplicht examen krijg je aan je broek, anders kom je er ook niet doorheen. Vervolgens, van al die spreekuren die je geacht wordt vrijwillig te draaien, moet je er tenminste 4 draaien onder begeleiding van wat collega's. En Anne-Sophie, corrigeer me niet als ik ernaast zit, dit is mijn speech. Ze krijgen cursussen van externe. Kortom, er zit daar een club die over alles al heeft nagedacht en dat eigenlijk, met alle respect, in de kinderjaren. Ze zijn tussen de 20 en de 24, schat ik in. En ze beheersen dit al en ze doen dit uit en ten treuren goed. Nou ja, dan een beetje mijn stokpaardje. Ik was daar dus 25 jaar geleden ook een van die studenten die daar mocht rondlopen. En toen al, en dat hebben ze denk ik ook goed voor elkaar, was het een Minerva-bolwerk. En even waarom vervulde mij dat met trots? Weet je, iedereen heeft in Leiden natuurlijk wel iets met Minerva, maar het is vaak ook wel negatief. Ze staan daar bekend als de brallers, als de ballen, als de mensen die niks met de gemeenschap hebben. En stiekem ergens in een hoekje van Leiden zitten er misschien wel 100 die wel bezig zijn voor de Leidse gemeenschap en dat in hun vrije tijd doen. Nou is dat alles, is natuurlijk gewoon nooit in goede banen te leiden, want Minervanen hebben ook nog wel wat anders aan hun hoofd. Vandaar dat ze een Augustijn en dan ook nog eens een keer een dame hebben uitgezocht om daar de leiding aan te geven. Dat hebben ze denk ik gewoon slim gedaan. Ik neem jullie nog heel even mee naar iets wat wel verklaart waarom ik hier na al die jaren nog steeds erover praat. Volgend jaar bestaat de Leidse rechtswinkel 50 jaar. Ik vind dat wel echt extreem goed dat zo'n club studenten het zo lang volhoudt en eigenlijk alleen maar professioneler is geworden. Ik ga nog één keer uw aandacht vragen en applaus voor eigenlijk mijn favoriet en de mooiste kandidaat, de Leidse rechtswinkel. Nog één dingetje, ik weet niet wat het protocol is en ik zal afstand houden, maar ik wil per se even bloemen in de handen houden van de voorzitter van de Leidse rechtswinkel. Verdrink je in het regel
gediscussieerd. Zo wordt er steeds doorgeleerd. Deskundigheid, je vindt het hier bij iedere rechtswinkelier. Een kleine daad, een groot gebaar, een stap die maak je met elkaar, met elkaar. Hulde aan de helden van lijf, die vreugde verspreiden, mensen verblijden. Klappen nu voor de helden van Leiden, die heel bescheiden, niet om eer of poel, steeds iets goeds weer doen. De volgende genomineerden, nu aan de beurt is, dat zijn de voor de organisatieprijs, dat zijn de fietsmaatjes Leiden en Leidendorp. En ik wil het woord graag geven aan Rens. Als je als jurylid kennis mag nemen van al die inspanningen van vrijwilligers, dan moet je toch wel zeggen dat ze echt het cement van, wat is een beetje een cliché, maar het is wel waar, het cement van de samenleving zijn. Als al die vrijwilligers er niet zouden zijn, zou het voor ons allemaal heel anders zijn in deze wereld. En alleen dat is al een genoegen om te kunnen kennismaken met al die vrijwilligers, elk jaar weer anderen overigens, die genomineerd worden. Ik was bij de fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp. In het tijdsbestek van 5 jaar is fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp uitgegroeid van een klein en voorzichtig begin tot een grote volwassen vrijwilligersorganisatie. Het concept is duidelijk en vindingrijk. Zorg voor voldoende vrijwilligers die het leuk vinden en bereid zijn om erop uit te gaan met ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Juist dus die groepen komen moeilijker aan ontspanning, beweging en buitenlucht toe. Zorg voor elektrische duofietsen van de hoogste kwaliteit en koppel dan een vrijwilliger aan een klant. En dan heb je fietsmaatjes. Het resultaat is hartverwarmend. 20 fietsen. Ongeveer 300 vrijwilligers. Ongeveer 450 deelnemers, klanten. Zij volgen dan hun eigen pad of een van die vele uitgestippelde routes en genieten dan van een gezamenlijk uitje. Want dat is het. De stad of de wijde omgeving, een plek van toen, je oude school, je geboortehuis, het adres van je eerste verkering, die misschien ook meteen de laatste was, of toch nog een keertje naar de Bollevelden, het Leidse Hout of het nieuwe winkelcentrum. En onderweg wordt er natuurlijk veel gepraat en ook dat is goed voor het smeden van een band. Veel vrijwilligers hebben dan ook vaak hun eigen maatjes en omgekeerd. De organisatie is net als de fietsen zeer gesmeerd. Er zijn technische mensen, administratieve helpers, coördinatoren van de 5 wijken die samen met het bestuur de staf vormen en de volledig decentraal werkende fietsmaatjes onderweg houden. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden die internet biedt om de organisatie te runnen. De website is zeer uitgebreid en omvat alle informatie voor de vrijwilligers en voor de klanten. Het vrijwilligersbeleid is helder en strak, waardoor het geheel een professioneel karakter heeft gekregen, zonder dat de warmte verloren is. Vrijwilligers leggen zich vast op afspraken met betrekking tot de deelname. Je zou dat prestatieafspraken kunnen noemen. Er zijn regels ten aanzien van de privacy en ten aanzien van het gedrag
De stichting heeft een externe vertrouwenspersoon. De verzekeringen zijn geregeld. Er zijn appgroepen. 2 maal per jaar zijn er algemene bijeenkomsten. En er zijn intake- en voortgangsgesprekken met de vrijwilligers. En op de site staan instructievideo's. Informatie wordt ook verspreid via een digitale nieuwsbrief en een magazine. Wat wilt u nog meer? Is dat gesmeerd of niet? Er wordt samengewerkt met zusterstichtingen in de regio en met heel veel organisaties die belangeloos meewerken door donaties en in geld en natura. Fietsmaatjes, Leiden-Leiden-Dorp, verzorgde in de eerste 10 maanden van 2021 ruim 3000 fietstochten. Zoveel keren ontspanning, ontmoeting tussen vrijwilligers en klanten. En bovendien, wat niet onbelangrijk is, net zoveel keren een beetje adempauze voor mantelzorgers. Dat allemaal bij elkaar is Fietsmaatjes Leiden-Leiden-Dorp. Een organisatie van formaat. Van harte gefeliciteerd Ben Krul, voorzitter, die hier voor me zit, met jullie nominatie. Het was mij een genoegen om bij jou op visite te komen en alles te horen over die prachtige organisatie. Veel succes in de toekomst en gefeliciteerd met je nominatie. Het grootste probleem van Fietsmaatjes Leiden-Leiden-Dorp is dat het zoveel lettergrepen heeft dat je het moeilijk in één zin in een lied kunt proppen. Dus jullie zijn een van de weinigen die niet bij naam worden genoemd, maar wel worden omschreven. Bij deze stichting kun je los, tezamen op het stalen ros. Je maatje leidt je elke keer veilig door het druk verkeer. Coördinators en instructeurs, fietswachters, reparateurs, getraind, bekwaam, geïnstrueerd, gedreven en gemotiveerd. Elke rit ontdek je wat. Door Leiden-Dorp en Leiden-Stad. Elke rit ontdek je wat. Frisse lucht, gezelligheid en goed voor de zelfredzaamheid. Een kleine daad, een groot gebaar. Een stad die maak je met elkaar. Vreugde verspreiden, de mensen verblijden. Klappen nu voor de helden van Leiden, die heel bescheiden niet meer of voelen. Steeds iets goeds weer doen. We gaan gewoon weer door met de organisatieprijs. De volgende is de Stichting Voedselbank Leiden en daarvoor geef ik het woord aan Bernadette. We lopen al ontzettend uit op dit moment, dus ik ga het kort houden mensen, want er komt nog heel veel hierna. Ik had de eer om op bezoek te gaan bij Karel van Schie en zijn collega bij de Leidse Voedselbank. En wij troffen hen daaraan in een bodywarmer, in een redelijk koude hal, als een soort van bouwvakkersjaats erbij. En dat is meteen ook de sfeer die de Voedselbank heeft. Het is een hele platte organisatie met een meewerkend bestuur.
En wat ik zo knap vind, met al die jaren, al 16 jaar volgens mij, een enorme continuïteit. Want ga er maar eens aan staan met zoveel vrijwilligers. Het zijn er rond de 90, veel 60-plussers. Paar keer per week, 2 ochtenden, tegenwoordig een avond, tegenwoordig ook chauffeurs die rondrijden, die klus klaren. Je kan niet zeggen, joh, we hebben het even druk, we slaan een weekje over. Of we hebben wat weinig mensen, laat de boerenkool deze week maar zitten. Je hebt te maken met verse producten, die moeten op een goede manier bij de mensen komen. En dat gaat zo goed omdat die vrijwilligers ontzettend goed worden begeleid. Als ze binnenkomen krijgen ze een buddy, ze krijgen een soort opleiding over voedselwarenkennis. Er is veel zorg om het welzijn van vrijwilligers. Een-op-een gesprekken, er is altijd een dagopening, ze noemen het ochtendgebed. Er zijn barbecues, et cetera. Dus kerstpakketten, nou, je kent het allemaal wel. Maar ongelooflijk knap wat deze organisatie al jaren doet. Er zijn plannen om nog meer te gaan doen. Dat ga ik niet allemaal opnoemen. Maar in ieder geval voor nu heel erg gefeliciteerd met deze nominatie. Hier zijn de bloemen. Die mag je meenemen. Mag ik die gelijk? Karel van overhandigen aan onze oudste vrijwilliger. Ah, dat mag. En ik zou het leuk vinden wanneer zijn bloemen krijgt. Mogen we dan ook een naam weten? Ann Summer. Ann Summer. Staat bij je op de plank, hulde aan de voedselbank, die veel gezinnen geheel om niet van eten en soms meer voorzien. Aanbod dat per week verschilt, ingezaamd, niets verspild. Vrijwilligers zijn goed begeleid, staan borg voor voedselveiligheid. Elke week een mooi pakket voor mensen met beperkt budget. Groente, fruit, zelfs vlees en vis, omdat goed eten belangrijk is. Een kleine daad, een groot gebaar, een stad die maak je met elkaar, met elkaar. Verspreiden, de mensen verblijden, klappen nu voor de helden van Leiden, die heel bescheiden, niet om eer of poen, steeds iets goeds weer doen. Goed, het eerste blokje genomineerden hebben we gehad. Het gaat over de organisatieprijs. Het gaat dus over organisaties die goede dingen doen binnen Leiden en ook aandacht geven aan de vrijwilligers. Zoals je ziet, er zijn 3 prijzen. De organisatieprijs, de vrijwilligersprijs, dat is de historische prijs van een individu die veel gedaan heeft voor de stad als vrijwilliger. Maar, wat Bernadette net ook al zei, bij de voedselbank en bij meerdere erfborders, er zijn veel vrijwilligers met mijn haarkleur, hè, dus je 60 plus of nog erger. Maar er zijn ook best veel jongeren. En wij als jury hebben ook gemeend, geef ook aandacht aan die jongeren. Want die moeten het ooit gaan overnemen om de leefbaarheid van de stad te houden zoals we hem hebben. En daarom gaan we nu ook de genomineerden in het zonnetje zetten die over de toekomstprijs, die voor de toekomstprijs genomineerd zijn. Het gaat met name over jongeren. En als eerste wil ik Harry het woord geven. En dan gaat het over Lynn Bik, Esmee Seidsma, Chantal Mark en Iris Visser. Goed, ik ben dus 60 jaar of nog erger, heb ik inmiddels begrepen.
En even vooraf, het is ook wel leuk om je juryleden beter te leren kennen. Zo zei ik net tegen Thijs, die begon over Minerva. Zei ik van, als jongen uit de kooi vochten wij vroeger met de jongens van Minerva in de Breestraat. Het liefst naar binnen toe. Dus, maar hij is erg bijgedraaid, dus dat scheelt. Dames en heren, de toekomstprijs. Naast andere sectoren is natuurlijk ook de sport een belangrijke sector als het gaat om vrijwilligers. Zowel ouderen als jongeren. Bij de toekomstprijs gaat het om de enthousiaste inzet van die jonge vrijwilligers. En ik ben ook blij dat ik vandaag drie, want één van de betrokkenen is met vakantie. Die had donderdag wel gekund, maar ja, door de verplaatsing werd dat niet. Maar in ieder geval drie van de vier dames van Gymsport hier te mogen neerzetten als genomineerden. Vier jonge dames die niet alleen maar de normale activiteiten verrichten die bij een gym- of turnvereniging, ik weet niet hoe het tegenwoordig heet, het heet Gymsport, maar vroeger heette dat de turnvereniging. Gymsport is de club waar jullie allemaal lid van zijn en die is ontstaan in 2017, 1 januari om precies te zijn, uit 5 andere verenigingen. Nou weet ik uit ervaring dat het lastig is om de cultuur van al die verenigingen bij elkaar te brengen en toch weer tot één cultuur te komen. Maar dat is wel gelukt en dat is mede gelukt door de inzet van die vrijwilligers en vooral de vier vrijwilligers waar ik het vandaag over heb. Ik noem even de namen: Lynn Bick, Esmee Seidsma, Chantal Mark en Iris Visser. Zij zitten hier voor en ik zal ze zo nog even allemaal een bloemetje geven uiteraard. Wat doen ze allemaal bij die vereniging Gymsport? Nou, ook de normale activiteiten zoals recreatieve gym en... En dat heb ik even moeten opzoeken. Nijntje doen ze ook. En ik weet niet of u weet wat Nijntje is, maar dat is bewegen voor peuters. Ook een hele belangrijke activiteit in een wereld waar steeds minder wordt bewogen, helaas, moet ik zeggen. Maar dat zeg ik als gymnastiekleraar, dus wat dat betreft ben ik bevoordeeld. Maar ze doen veel meer dan dat. Ze zorgen op eigen initiatief voor een heleboel activiteiten en dat gaat van pubquiz tot kamp, heb ik begrepen, en bingo, ja, niet mijn favoriete sport, maar dat in ieder geval ook. En vooral in deze periode van COVID is het denk ik van buitengewoon belang dat zo'n club bij elkaar gehouden wordt, dat de leden verbonden blijven met die club. En het is dan ook terecht dat deze kandidaten zijn voorgedragen voor de toekomstprijs, in mijn ogen, maar vooral ook in de ogen van de jury. Ze zijn genomineerd en ik ga hun daarom ook bloemen nu uitreiken. Jullie gefeliciteerd met de nominatie overigens, uiteraard. En ja, wat bij jullie altijd voorop staat is het eigen initiatief. Dat heb ik ook van de voorzitter van jullie club begrepen. En daar ben ik erg blij mee. Ik ga wel even mijn mondkapje opzetten als ik naar jullie toe kom. Want... Zo. Oké, dat is één. Ja, de voorzitter kon er geen drie op dat... Dank je. Ik ga er even tussen staan. Ja. Gymsportlijn heeft geluk met deze dames, stuk voor stuk. Ze zien het werk, ze zijn actief, nemen zelf initiatief. Bingo, pubquiz, loterij, geen actie gaat aan hen voorbij.
lessen geven aan groot en klein. Turnen, gimmen, dans en nijn. Esme en Iris, Chantal in. Ze zetten zich met passie in. Betrokkenheid met iedereen. Zo binden zij de club bijeen. Kleine daad, groot gebaar. Een stad die maak je met elkaar. Met elkaar. Hulde aan de helden van lijf. De vreugde verspreidt, de mensen verblijdt. Klappen nu voor de helden van lijf. Die heel bescheiden, niet om eer of poel. Steeds iets goeds weer doen. Ja, ik leg die bloemen neer. Dat doet ook wel leuk in het beeld, hè? Als dan met je kleur erin. Over kleur gesproken, de volgende met de... voor de Toekomstprijs genomineerde is Vera Staal. En dan geef ik het woord voor aan Robert. Ja, ik zit al een tijdje in deze jury. En ik doe zelf ook veel vrijwilligerswerk. En bij de meeste genomineerden denk ik, oh, dat lijkt me leuk, had ik maar meer tijd. Sportles geven, bij de voedselbank helpen. Ja, de rechtswinkel, ik heb er geen verstand van. Maar als ik iets kan doen, ik zou het zo doen. Maar deze vrijwilliger, die doet vrijwilligerswerk waarvan ik zelf zeg, dat zou ik nooit kunnen. En dat vind ik zelf heel bijzonder. Vera is pas 20 en vanaf haar 18e helpt zij als verpleegkundestudent bij Hospice Xenia. En dat is een hospice. Jullie zullen allemaal weten van hospices. Er zijn toch mensen in de laatste levensfase. En dat is een heel bijzonder hospice, want dat is een hospice voor jonge mensen onder de 35. En wat Vera doet, is ervoor zorgen dat die mensen in de laatste weken die ze hebben, goed verzorgd worden. Dat ze nog wat leuks doen, dat ze die laatste paar dagen gewoon het nog fijn hebben. En dat vond ik zo indrukwekkend, dat ik helemaal begrijp dat ze genomineerd is. En ja, ik kan het niet, verder niet zo goed uitleggen. Ik vind het geweldig dat iemand op die leeftijd dit doet. En dan, toen ik haar verhaal hoorde, dacht ik, oh jee, want ik heb haar van tevoren gesproken. Zij zal wel iets naars hebben meegemaakt. En ze iemand verloren en toen bedacht, nou, ik wil in dat hospice blijven. Maar dat is in dit geval dus helemaal niet zo. Dit is echt vanuit haarzelf gekomen, vanuit haar studie, dat ze zag, hé, ik leer om mensen te verzorgen en er zijn ook mensen die dat in hun laatste levensfase nodig hebben. Jonge mensen, mensen van mijn eigen leeftijd. En ze heeft er gewoon voor gekozen, daar ga ik voor zijn. En eigenlijk is dit mijn speech. Ik vind het geweldig wat je doet en daarom ben je terecht genomineerd. Applaus. En daarom krijg je ook bloemen. Op de bank, allemaal, voor vrijwilliger Vera Staal. Tot zorgen is zij steeds bereid, voor mensen in een zwaar. Hoe zij die mensen aandacht geeft, er voor ze is, mee met hen leeft. Een voorproef hoe het wezen zal, want straks is zij professional. Een warme plek, daar gaat zij voor. Gezelligheid, een luisterend oor. Zij geeft dit huis, haar kloppend hart, een plek van rust. In tijd van smart, een kleine daad, een groot gebaar. Een stad die maak je met elkaar, met elkaar. Hulde aan de helden van lijf, die vreugde verspreidt, de mensen verblijdt.
Het volgende jurylid, wat iemand bij, voor de toekomstprijs bij jullie zal introduceren, is John van Haasteren. En dan weet je, als John aan het woord komt, gaat het over sport. Dus, het gaat over Sabine Bon en het woord is aan John. Ja, eigenlijk heb ik behoefte aan een kleine inleiding om het een beetje duidelijk te maken waarom ik met heel veel trots hier sta. Voor twee mensen van Leiden Atletiek. Sabine. En daar kom ik straks nog even op terug. De tweede genomineerde, allemaal uit één gezin. 25 jaar geleden waren er twee atletiekverenigingen in Leiden. AV Holland en AV de Bataven. Ik was door mijn zwager gevraagd om voorzitter te worden van de Bataven, terwijl ik geen balverstand heb van atletiek. Maar blijkbaar heb ik andere kwaliteiten. Werd me toegedicht. En 25 jaar geleden zijn die twee clubs gefuseerd. AV Holland en de Bataven heten nu Leiden Atletiek. In navolging van Rotterdam Atletiek, Haag Atletiek. En ja, toen ik dus deze nominatie zag. En natuurlijk Leiden Atletiek en dan ook nog twee van deze kanjers. Voelde ik me zeer vereerd om hier te staan, om jullie toe te spreken. En nu ga ik naar Sabine natuurlijk voor de toekomstprijs. En ik heb het toch even op papier gezet om te voorkomen dat ik onzin uitkraam. Vader Lief is ook aanwezig, Jan Bon, welkom Jan. Ik ken hem al jaren natuurlijk als een hele actieve atleet. Vanmorgen nog bezig geweest in de Leidse Hout. De vader van Sabine, die heeft haar op 6-jarige leeftijd kennis laten maken. Als ik het niet goed zeg, Sabine, dan hoor ik het, met de atletieksport. Ze heeft het een aantal jaren gedaan, maar de sport kon er niet bekoren. Ik begrijp het niet, maar het is gebeurd. Nee, Sabine wil niet heel erg gaan sporten, maar heel erg graag coördineren en organiseren en communiceren. En via haar broer Sebastiaan, ook genomineerd, wat ik al zei, voor de vrijwilligersprijs, hoorde Sabine dat er een leemte was bij de club, en bij heel veel clubs, vooral als het gaat over het coördineren van activiteiten. Allemaal die gaten in de club waar we geen vrijwilligers voor vinden. En die leemte die vulde jij, Sabine, op. En ik heb met jou een interview gehad op de atletiekbaan in die prachtige nieuwe kantine. Nou, de manier waarop jij praat over de liefde eigenlijk voor de club. De liefde voor de pupillen, want jij werkt dus bij de pupillen. Nou, dat is echt van een bijzonder hoog gehalte. Wat ik al zei, niet alleen activiteiten voor pupillen, maar ook om de trainers, en dat is ook echt naar mijn idee heel bijzonder in Leiden, dat bij een sportvereniging er 30 tot 40 jeugdtrainers zijn om een bepaalde leeftijdscategorie te begeleiden. Dat heb ik niet eerder meegemaakt en gezien. En nou ja, ook die trainers, die jeugdtrainers, dat zijn er ruim 30, nou, dat is echt ongelooflijk. Allemaal met dat mooie blauwe trainingspak aan van Leiden Atletiek. Die zijn elke week met die pupillen daar aan de slag. Maar Sabine houdt zich ook bezig met niet alleen activiteiten voor trainers, maar natuurlijk ook voor de pupillen. Sinterklaas, kerst. Een paar weken geleden vierde Leiden Atletiek alweer het 25 jaar bestaan. Nou ja, en dan bedenk jij een lasergame. En levend stratego zorg ervoor dat er 3 stormbanen zijn waar de kinderen dan heel veel plezier aan beleven. Ja, en in september organiseer je ook nog even een feestje, alsof je al niet genoeg doet. En dat maakt je altijd tot een heel groot feest en heel veel succes. En het is dan ook niet verbazingwekkend dat het een ongelooflijke aantrekkingskracht heeft op kinderen in Leiden en in regio om ook atletiek te gaan bedrijven. Leiden Atletiek heeft nu ongeveer 1200 leden. Ben je toch een van de grootste verenigingen in Leiden, denk ik. Maar 400 daarvan zijn pupillen. Nou, ik vind dat zoiets bijzonders. 400 van die ukkepukken, ik heb het zelf gelukkig ook gezien, die daar allemaal heel enthousiast bezig zijn. En dat is ook mede dankzij Sabine. Maar dat is dan ook weer niet genoeg. Dan denk je, nou, ze doet al genoeg. Hè? Nee, als er dan een wedstrijd is natuurlijk voor de jeugd. En dan zijn ze 's ochtends geloof ik al om een uurtje of 7 aanwezig om alles voor te bereiden. En om een uurtje of 7 dan verlaat je weer het Leidse Hout. En dan heb je de hele dag gezorgd dat die wedstrijddag goed verloopt. Alles goed georganiseerd is. Maar dit is ook nog niet genoeg voor Sabine.
Want ja, als een kind ziek is, dan moet je er wel even aandacht aan geven. Dus dan zorgt ze ook nog, en zeker, het gaat natuurlijk niet over een verkouden neus, of een neus die verkouden is, bedoel ik. Maar een kind die wat langer ziek is, daar wordt natuurlijk een attentie geregeld. Dat is toch logisch? Dat moet gebeuren gewoon. Dat doet Sabine allemaal. En voor de trainers, een gezellig samen zijn, een etentje als ik het allemaal goed begrepen heb. En 2 keer per jaar een cadeautje voor de trainers als waardering. En dat schept natuurlijk, en daar gaat het natuurlijk allemaal om, dat schept verbinding. Niet alleen, als je een kamp organiseert, doe je ook nog paaskamp, had ik ook nog begrepen. Nou, ik weet als geen ander dat zo'n kamp, dat vergeet je je leven niet, als kind. En dat doe je dan ook voor de trainers, want je kan wel zeggen, ik heb nu 30 trainers, maar hoe hou ik die trainers bij de club? Daar moet je iets voor doen. Daar moet je inderdaad voor dat cement zorgen. En dat doe jij. Nou, ik zal het een beetje kort houden, anders dan, ik ben wat langer van stof. Maar dan denk je, nou, dan heb je het gehad, hè? Dan heb je de pupillen gehad en dan heb je de trainers gehad, maar dan heb je ook nog ouders. En 400 pupillen hebben ook ouders. En die ouders die willen ook allemaal vragen stellen. En die sturen ook, die bombarderen haar mailadres vol met allemaal vragen. En nou, die sta jij natuurlijk te woord en die beantwoord je natuurlijk ook allemaal. En je stelt ook nog een nieuwsbrief op. Nou, Sabine, ik ga het nu echt afsluiten, want het wordt een beetje te veel anders. Maar ik heb je in ieder geval in een hele korte tijd leren kennen als een uitermate vriendelijke dame. Zeer zelfstandig, in het bezit van een aanstekelijk enthousiasme als het over haar vrijwilligerswerk gaat. En een verbinder voor de pupillen, trainers en ouders. Sabine vindt haar vrijwilligerswerk zo leuk dat ze bereid is om dit nog langer tijd te blijven doen. Heel belangrijk. Samen met haar broer Sebastiaan is zij de sterkhouder van de vereniging. Ze zorgen ervoor dat Leiden Atletiek kan blijven groeien. En een bloeiende vereniging is. En hopelijk voor altijd zal blijven. De jury is zeer onder de indruk van jouw inzet voor Leiden Atletiek. En deze nominatie heb je dan ook meer dan verdiend. Ik sluit me bij de woorden van John aan. Een van de dingen als je zo'n lied maakt is dat de meeste vrijwilligers echt veel meer doen dan wat je in die 12 regels kwijt kan. Dus het is een klein excerpt. Maar... Applaus nu voor Sabine Bon. Heel actief, al is zij jong. Ze enigt menig activiteit met hartstocht en betrokkenheid. Hoe zij de boel coördineert, spel en training organiseert, stormbaan of een lasergame, het is voor Sabine geen probleem. Organisator, regelaar, zij bindt mensen aan elkaar. Altijd bezig, energiek, de spil van Leiden, atletiek. Kleine daad, een groot gebaar, een stad die maak je met elkaar, met elkaar. Hulde aan de helden van Leiden, de vreugde verspreiden, de mensen verblijden. Klappen nu voor de helden van Leiden, die heel bescheiden, niet om eer of poen, steeds iets goeds weer doen. Dankjewel voor het klappen en Esdor voor het zingen. We gaan nu over tot de laatste groep genomineerden. Dat is voor de vrijwilligersprijs, voor de individuen dus. En dat is een beetje een bijzonder verhaal.
Het wordt een heel lang verhaal, dus, maar dat geeft niet. Er wordt straks lunch geserveerd, hè, dat ook even tussendoor nog even. We hebben normaal 3 genomineerden, maar we willen nu toch even het iets anders doen, want we kregen een hele sterke nominaties binnen. En als jury dachten we, hier moeten we ook maar wat mee. Het gaat over Rien Rijk. Rien zit daar. En wat is Rien? Wat doet hij? Nou ja, ik zou zeggen, daar komt een hele lange lijst. Als samenvatting zou je Rien misschien wandel- en fietscoördinator en regelneef en organisator kunnen noemen. Bij het wandelcafé van Leiden is Rien wandelbegeleider, afhankelijk voor afstanden tot 15 en 20 kilometer, tegenwoordig 10. Hij maakt een deel uit van een groep vrijwilligers die de routes uitzetten, die de wandelingen begeleiden, regelt de horeca en maakt ook de planning. Zomaar een dingetje. In het buurthuis in het Kooipark heeft ook Rien gemerkt dat mensen graag lopen en fietsen. En hij bedacht dat het moet voor iedereen kunnen. Dus waar is Rien mee begonnen vanuit het buurthuis in de Kooi? Fietstochten van 40 tot 45 kilometer in de zomer. En 's winters, als het wat kouder is, wandeltochten tussen de 10 en de 13 kilometer. Steeds vanuit de Driftstraat voor iedereen in de buurt en iedereen die mee wilde doen. En Rien regelt alles. De planning, de inschrijving, de begeleiding, de verslagen. Iets anders nog over ouderen. De Katholieke Ouderenbond en de Protestante Christelijke Ouderenbond zijn in 2007 gefuseerd. En tegenwoordig is dat één club geworden met een afdeling Leiden. En 3 keer raden wie dat natuurlijk regelt, dat is de voorzitter Rien. En ook daar is hij weer druk met bewegen voor ouderen, dus fietsen en wandelen. Maar daar wordt het iets rustiger nog, daar regelt Rien ook een busreis. En een maandelijkse middag in het zorgcentrum Roomburg. De techniek gaat verder, dus sinds 2011 heeft Rien, natuurlijk Rien, weer iets anders verzonnen. Behalve lopen en wandelen kan je ook met je scootmobiel erop uit. Dus er zijn nu ook actief, scootactief heet dat trouwens, scootmobieltochten vanuit Leiden voor mensen met een scootmobiel. En elke keer worden die begeleid met een groep fietsers en dan zijn er 5 tot 10 scootmobielen die tochten maken tot zo'n 35 kilometer. En dat doet Rien natuurlijk weer. Als laatste noem ik nog een dingetje, Stichting Radius in Leiden en Oegstgeest. Die richten zich met name op de zelfstandigheid van ouderen en gehandicapten. En ook daar is Rien al lang bij betrokken, als raad van meedenkers in Radius. En hij was ook vrijwilliger in het district Morskwartier en de Stevenshof. Kortom, Rien is zeer betrokken bij ouderen en hij laat ze bewegen. En dat doet hij al jaren. Maar, ik heb één ding niet genoemd. Rien was ook jaren lid van de jury van de Leidse Gewillersprijs. En dan kan je verhalen krijgen over slager en lezers. Kortom, we zetten Rien in het zonnetje, maar hij is net als jurylid gestopt. Hij heeft me best wel meegedaan. Dus vandaar een hele bijzondere vermelding voor Rien. De volgende nominatie wil ik graag het woord geven aan collega Henk. En dan gaan we het hebben over Wieske van der Nieuwendijk. Ja, het is jammer dat Bernadette er even net niet is. Maar normaal had ik gezegd, het kan nog veel korter. Dat hoef ik maar één woord te zeggen. Hè? En dat is Wieske. Dan zijn we eigenlijk al klaar, maar dat zou een beetje te weinig zijn. Ik wil het toch nog een klein stukje doen. Ik had het beloofd dat ik het kort zou houden, dus vandaar. Wieske, na de eerste schrik van te zijn bekomen dat je genomineerd was, dat ik bij je kwam dat je daarmee confronteerde, dan was het even spannend, want je wilde het toch nog een paar dagen, wilde je nog bedenktijd hebben of je het eigenlijk wel wilde, dat genomineerd zijn. En ik moet eerlijk bekennen, de dag dat ze me zou bellen, dat het niet heel hard door zou gaan, dat ze het niet wilde horen, heb ik wijselijk mijn telefoon uitgezet. Dus dat was dan toch wel mislukt. Wieske heeft als een geboren roerende vader Sveensen haar hele weg gewonden in Leiden en door onder andere bij de werkzaamheden in de Belastingdienst. En dat heeft ze ongeveer 20 jaar gedaan. Inmiddels heeft ze heel veel levenservaring gehad. Dat kun je allemaal horen als je daar ooit een keer komt in de kringloopwinkel waar ze is.
waar ze nu al 8 jaar rondloopt en daar ook wel de draai gevonden heeft. Ze vindt het eigenlijk ook helemaal niet nodig om in het middelpunt te staan. Dat is typisch Wieske. Het vele werk in de kringloopwinkel wordt door een heel team gedaan. En iedereen in zijn team heeft een specialisatie. En dat vertelde ze mij, dat vind ik veel belangrijker. Dat zij het voortouw neemt, en dat ligt meer aan de jarenlange ervaring die ze op een gegeven moment ook heeft en ook altijd maar doet. En zo ontvangt ze de ingebrachte goederen, ze sorteert het en als het nodig is geeft ze het ook nog eens een keer een sopje. En dat vond ik wel leuk om dat wel weer te horen. Ik zie dat helemaal voor me. Ze werkt een nieuwe vrijwilligers in en doet ook regelmatig tijd vrijmaken voor wat praatjes met hun klanten. En die komen ook regelmatig terug. Dat haar toomeloze inzet een positief effect heeft. En heet dat zeer zeker op alle medewerkers en alle klanten. Dat hoeft eigenlijk niet vermeld te worden. Dus, ja goed. Natuurlijk laat ik heel veel zaken onbelicht. Want ga maar eens een keertje een praatje met haar maken. Ik wil niet zeggen je komt niet meer van de af, maar je koopt wel extra veel dingen bij haar. Dus Wieske wil liever niet in die spotlicht staan. Ik zei het al. Ik heb dus met haar afgesproken dat als ze dat allemaal zouden aanvaarden, en dan zou aanvaarden dat ze dan die genomineerde zou zijn voor vandaag, dat ze dat alleen maar kan doen als ze haar collega's daar ook voor in het zonnetje kan zetten. Want die doen het toch allemaal maar eventjes. Dus ja, Wieske, je hebt eigenlijk op een gegeven moment je eigen achterban bij je. Dus we laten ze gewoon even staan, want het is gewoon, daar doet ze het voor. Oké, Wieske, ik ga je toch een paar bloemen overhandigen, want je mag er toch wel bij zijn. En ik vind het ontzettend leuk. Ik doe het nu 5 jaar en ik heb van een genomineerde nog nooit een cadeautje gekregen als ik op een gegeven moment ging. En het eerste wat ze vandaag uitpakte was een klein cadeautje. Ik heb het ergens 7 neergezet, dat ik het niet vergeet. Ja, ik ben heel erg trots op dat ik dat gekregen heb. Maar dank je wel. Graag gedaan. U heeft wellicht gemerkt dat er geen couplet voor Wien was. Sorry Wien, ik wist het niet. Dus Wieske, ik zou jou willen vragen misschien, van als we nou straks klappen, hè, zou je dan dat applaus een klein beetje willen delen met Rien? En Rien, dan krijg jij tweedehands applaus, maar dat is eigenlijk wel passend. Toch? Uw aandacht voor dit huldeblijk voor Wieske van den Nieuwendijk. Enthousiast geeft zij haar tijd voor kringloopcirculariteit. Want veel van wat wordt weggedaan, daar heeft een ander nog iets aan. Ze neemt het in, ze zoekt het uit. Na schoonmaak wordt de prijs geduid. Met inzicht leidt zij mensen op het werken in de kringloopshow. Interesseert in wel en wee, haar vrolijkheid werkt daarin mee. Een kleine daad, een groot gebaar, een stad die maakt met elkaar. Vreugde verspreiden, mensen verblijden. Klappen nu voor de helden van Leiden, die heel bescheiden, niet om eer of poen, steeds iets goeds weer doen. Nu wil ik graag uw aandacht vragen voor Marie van Rijn. Vlak nadat de nominaties bekend werden gemaakt, heb ik in het huis van de buurt, in de Stevenshof, mevrouw Marie van Rijn voor het eerst gesproken. Ik had natuurlijk wel wat van haar gelezen in de ingediende nominatie, maar nu sprak ik haar in het echt. Toen ik aan kwam fietsen in de Stevenshof bij het huis van de buurt, bleek Marie al voor de deur te zitten alsof zij op mij zat te wachten. Dat beeld bleek ook precies te passen bij de rol die Marie in het huis van de buurt heeft.
Zelf zegt ze hierover, het huis van de buurt is eigenlijk mijn tweede huis geworden. Eigenlijk is het een soort twee-eenheid, Marie en het huis van de buurt. Marie is al ruim 8 jaar vrijwilliger hier en begint elke doordeweekse dag om 9 uur met het openen van de deuren en de boel op orde te maken. Voor als de eerste bezoekers komen. Dit houdt van alles in, zoals koffie zetten, thee zetten, alles netjes maken en zorgen dat alle voorraden op peil zijn. En wat nog veel belangrijker is, Marie zorgt voor een goede sfeer in het huis van de buurt. Gezelligheid en plezier met iedereen die binnenkomt lopen zijn de belangrijkste dingen voor Marie. Haar ogen gaan glimmen als ze mij erover vertelt. Het huis is er voor mensen uit de buurt voor alle leeftijden. Maar Marie vindt het vooral belangrijk voor ouderen die anders maar eenzaam thuis zouden zitten. Of het nu koersbal, lijndancing, bridge, shoelen, bingo of iets creatiefs doen is, voor Marie is het allemaal belangrijk. Een van de coaches van het huis in de buurt vertelde dat de naam Marie minstens 50 keer per dag valt. Kortom, het huis van de buurt kan niet zonder Marie. Ik vond een eer een lijstenvrijwilliger als Marie te mogen ontmoeten. En ze kan zo enthousiast vertellen over waarom ze haar werk zo belangrijk doet en zo graag doet. Marie is echt iemand die van mensen houdt en voor andere mensen leeft. Maar als het nodig is, kan Marie ook heel streng zijn. Je moet zelf de water naar de keuken brengen. En zij vindt dat er ook meer knappe mannen in het huis van de buurt moeten komen. Ja, die laatste opmerking is vast voor mij bedoeld. Marie, het was leerzaam en prettig dat ik jou zo heb mogen leren kennen. Marie van Rijn, ik zing haar lof. Ze werkt in buurthuis Stevenshof. Steeds aanwezig, steeds gastvrij, maakt zij vele gasten blij. Sterke rots in stormtumult, vol van humor en geduld. Belangstelling voor lief en leed, vraagbaar die haast alles weet. Zij geeft dit buurthuis een gezicht, al valt het leven maar soms niet leeg. Is zij soms moe, toch gaat ze door wat nodig is. Ze zorgt ervoor, een kleine daar, een groot gebaar. Verspreid, een mensenverblijf. Klappen nu voor helden van lijf, die heel bescheiden eer of poel. Steeds iets goeds weer te doen. We gaan het weer over sport hebben. Dus John, Sebastiaan Bondman. John, ga je gang. Ja, Sabine en Sebastiaan, een beetje flauw grapje. Mooie bonbon, zou je zeggen. Hè? Bonbon, uit één gezin, tot zijn vader erbij. Geweldig. Functie van Sebastiaan bij Leiden Atletiek is trainer, coördinator, pupillen. En het is eigenlijk ook wel weer door je vader gekomen. Dat die was natuurlijk al actief bij Leiden Atletiek, zelf lekker aan het sporten. Als ik onzin zeg, Jan, moet je het zeggen hoor. Maar, en nog steeds gelukkig. Maar jij hebt natuurlijk hem meegenomen, ook naar het Leidsehout. Heb je hem daar kennis laten maken met de atletieksport. En ja, dat is eigenlijk wel heel erg goed gegaan in eerste instantie. Want het bleek dat jij vooral op de sprint over meer dan gemiddelde capaciteiten beschikt. En daar heb je heel hard voor gewerkt. En schrik niet mensen, hier zit een van de beste 10 sprinters. Is hier gewoon aanwezig. Bij de beste 10 van Nederland heb je in ieder geval een keer een wedstrijd gelopen. En dat is natuurlijk een fantastische prestatie. Maar goed,
Behalve dat je zelf zeg maar aan het trainen was voor je eigen prestatie, ging je dus ook al training geven. En dat vind ik ook zo leuk dat die grote groep jeugdigen, 15, 16 jaar oud, die gaan al gewoon lesgeven aan die pupillen. En daardoor heb je ook een stukje continuïteit, wat jij heel belangrijk vindt voor de club. Een stukje voortgang. En dat heb je ook met name voor gezorgd in combinatie met een eigen fulltime baan als artsonderzoeker. Heb jij dit met een ongelofelijke inzet, vooral heel veel skills, dus vaardigheden, binnengebracht binnen de club. En dan gaat het ook over een methodiek. Dus niet alleen maar van, ik hou die pupillen bezig, ze zijn een beetje lekker aan het bewegen. Maar er zit ook een methodiek achter. De mensen worden ook krijgen een les van de KNU, de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. En halen ook een trainersdiploma. En nou, dat betekent dat er dus bevoegde jonge mensen al heel actief bezig zijn om die prachtige atletieksport, want ik weet er al een beetje wat van, die prachtige atletieksport, om daar kinderen voor te stimuleren. Je bent nu al 12 jaar trainer, waarvan 9 jaar ook als coördinator. Maar uiteindelijk heeft Sebastiaan wel een keuze moeten maken. Want ja, om dan ook nog bij de top van Nederland te horen en dan ook nog trainingen te geven. Nou, die keuze heb je zelf gemaakt, met vol overtuiging heb ik de indruk. Van ja, dat trainerschap en het coördinatorschap is zo ongelooflijk waardevol voor de vereniging, maar ook voor jouw medetrainers. Dat, ja, dat sprinten, dat ging eigenlijk wel heel erg snel op de achtergrond. Vervolgens heb je ook nog aan mij duidelijk gemaakt, ja, ik heb geprobeerd goed naar je te luisteren, dat het heel belangrijk is dat vooral bij jonge kinderen, dat die zeg maar plezier hebben in sporten. Dat klinkt heel simpel, maar je hebt natuurlijk ook wel eens bij sportverenigingen dat je denkt van, goh, wat een fanatisme en dat moet zoveel. En jij legt met name met jouw medetrainers de nadruk op het plezier in bewegen. En ik noem er iets bij hoogspringen of wat voor andere dingen dan ook. Dan niet de nadruk te leggen op wat er niet goed gaat, maar wat er juist wel goed gaat. En welke talenten er zijn. En die verschillen tussen die kinderen, daar besteden jullie allemaal aandacht aan. Maar met name in de richting van het kind moet zich ontwikkelen. En dat vind ik een hele mooie gedachte. Nou ja, jij maakt gewoon echt het verschil. Dat is voor mij heel duidelijk. Dus ja, ik zei ook net tegen jou van Sabine, toen ik voorzitter was van Leiden Atletiek, toen hadden we dit niet. En toen was die club helemaal in opbouw. En nu de grote gaten die bij elke vereniging zijn, maar je komt altijd mensen tekort. En die vullen jullie dus op. En ik heb begrepen dat jullie zelfs al zeggen, nou, wij blijven dat doen en dat geeft continuïteit. En we zorgen ervoor dat het een mooie club blijft. Ik hoorde zelfs voor degene die al aangedragen heeft dat jij stiekem Mr. Leiden Atletiek wordt genoemd. Nou, dat vind ik toch wel iets heel bijzonders. En jij denk ook Mrs. Leiden Atletiek. Het is in het één familie. Dus je, als laatste mag ik hier jullie toespreken. Jullie hebben gewoon allebei, en Sebastiaan nu in dit geval, deze nominatie, die heb je gewoon heel erg verdiend. Gefeliciteerd. Sebastiaan Bon werkt daar met vreugd aan het trainen van de jeugd. Zijn kennis is een grote kracht, wat aan de club veel instroom bracht. Pupillen die hij alles geeft, omdat de jeugd de toekomst heeft. Een trainer die de trainers traint, deze club vereen en die zijn team gedreven leidt, die zorgt voor vuur en kwaliteit. Een kleine daad, een groot gebaar, een stad die maakt met elkaar, met elkaar. Hulde aan de helden van Leiden.
vreugde verspreid, een mensenverblijf. Klappen nu voor de helden van Leiden, die heel bescheiden, niets om eer of poel. Goed, nu gaat het echt spannend worden. Ik heb hier enveloppen met de winnaars. Maar eerst gaan we nog even wat doen richting de genomineerden. Iedereen krijgt een oorkonde. Dus Bernadette, gaan nu even, Bernadette en ik gaan even de oorkondes aan iedereen uitreiken. Niet onbelangrijk, je krijgt ook een ophangsysteem. Gaan we? Goed, hier heb ik drie enveloppen met de drie winnaars. Dat zal, de organisatieprijs zal uitgereikt worden door wethouder Marleen Dame. En de andere twee door één jurylid, maar ook door mevrouw Jolanda Wols. En die wil eerst nog even wat zeggen over vrijwilligerswerk. En dat zegt ze ook vanuit haar positie als manager bij Inclusio Leiden. Jolanda, ga je gang. Ja, ik ben enorm blij dat ik na al die mooie verhalen die ik net gehoord heb, eigenlijk ook eventjes wat mag zeggen. Ik zal het kort houden, ik begrijp dat we een beetje uitlopen. Maar ik vind het een enorme eer om hier te staan. Wij zijn nu zo anderhalf jaar bezig in Leiden. En ik kan u wel vertellen, vanaf het moment dat we begonnen in Leiden, werd ik enorm verrast door het grote aantal vrijwilligers wat zich aan onze huizen van de buurt heeft verbonden. Wij werken vanuit 7 huizen van de buurt en vanaf het moment dat we daar begonnen merkten we dat we absoluut niets zouden betekenen zonder deze vrijwilligers. U moet eraan denken dat vanaf het moment dat we open gaan tot 's avonds laat we mensen nodig hebben die ons helpen bij het koken, het koffiezetten, het assisteren bij de activiteiten, het ondersteunen van onze coaches. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar overal hebben we vrijwilligers voor nodig. En het mooie ervan is dat we zien dat deze mensen zich vrijwillig bij ons aanmelden en dit ook met hart en ziel blijven doen. Ik zeg wel eens gekscherend, als ik het woord vrijwilligers zeg en ik zou dat weghalen, dan storten wij als Inclusio gewoon in. Want we zijn niks zonder vrijwilligers. Waar wij heel erg mee bezig zijn, en dat zal u niet verbazen, is natuurlijk wel om goed te zorgen voor onze vrijwilligers. We denken toch in de toekomst nog heel wat meer vrijwilligers nodig te hebben. Kijk maar naar de situatie, naar het leven wat we op dit moment leiden met corona, maar ook wat de toekomst zal bieden. De zorg en dergelijke wordt alleen maar duurder, dus we zullen veel meer steun vanuit onze directe omgeving moeten krijgen, waardoor vrijwilligers een veel belangrijke rol krijgen. Dus op dat moment is het wel van belang dat we bijvoorbeeld in een wijk, in een buurt ook weten van wie zijn de vrijwilligers, waar kunnen we ze halen en wat kunnen ze voor elkaar betekenen. Nou, dat is een rol die wij als Inclusio natuurlijk heel erg graag op ons nemen en wat ook een belangrijke taak is. Om in ieder geval het vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarnaast vinden we het heel erg van belang dat we de vrijwilligers die bij ons werken wel waarderen. En dat kunnen we eigenlijk niet vaak genoeg zeggen. We doen dat in de dagelijkse uitingen, maar we willen het ook graag op andere manieren laten merken. We hebben op dit moment vrijwilligerscafés opgericht waar mensen terecht kunnen
als ze gewoon even een verzetje willen hebben of even iets anders willen doen of als ze met hun vraag ergens naartoe willen. We hebben een pand in de Nieuwstraat waar mensen ook naartoe kunnen gaan als ze zich wellicht aan willen melden als vrijwilliger of als ze gewoon ook eventjes een praatje willen maken. Kortom, de dankbaarheid is enorm groot jegens iedereen die vrijwilliger is op dit moment. En ik vind het een bijzondere eer om daar ook een steentje aan bij te kunnen dragen. En ook vanuit Inclusio zijn de onderdeel te mogen zijn van de Leidse Vrijwilligersprijs. En ik hoop dat nog heel veel jaren te mogen doen. En wat mij betreft zie ik jullie ieder jaar terug. Maar het is natuurlijk ook weer leuk als we volgend jaar weer nieuwe prijswinnaars zullen krijgen. Dankjewel voor zover. Jongens, wat een gedoe allemaal, maar wat een feest. Ik mag niet zeggen wie de organisatieprijs heeft gewonnen, want dat is aan jou om de envelop open te maken. Je kan het misschien wel een beetje raden. En ik kan er ook bij zeggen dat ik altijd gunstig lood bij de verdeling van degene die de praatjes mogen houden. Dus Jolande, kan jij deze openmaken? Ja. Heb je een prothese bij de hand? Ondertussen zal ik vast vertellen, er zijn dus drie prijzen. Een organisatieprijs, een toekomstprijs en een vrijwilligersprijs. En er staan 6 beeldjes. De grote, dat zijn wisselbokalen. Die moeten dus volgend jaar weer worden ingeleverd. Daar komt de naam in gegraveerd en die gaat weer terug naar de volgende kandidaat. En de kleine, die mogen jullie zelf meenemen en houden. Hebben we een roffel? Een roffel? Oh, ik voel me nou net zo van... ga ik het heel spannend maken? Dan ga ik heel lang wachten voordat ik het zeg. Nou, de winnaar van de organisatieprijs 2021 is geworden de Stichting Voedselbank Leiden. Ja, aan mij de eer om aan jou te vragen of je bekend wil maken wie de toekomstprijs heeft gewonnen... De prijs voor die vrijwilliger die nog 60 jaar lang vrijwilligerswerk kan gaan doen. Zo, dat is een hele lange tijd, toch? 70. 70, oké. Nou, daar gaan we. De toekomstprijs is gewonnen door Vera Staal. Ja, en nu het traditionele hoogtepunt. Wie heeft als individu de Leidse Vrijwilligersprijs voor 2021 gewonnen? Maar alleen mag ik vragen deze envelop open te maken. Ja, dat is hier. Ik ben heel nodig. En de winnaar is Mieske van de Nieuwe. Goed, we zijn er bijna. Wat altijd een belangrijk element is van de uitreiking en de jurering van de Leidse Vrijwilligersprijs, is ook de publiciteit die we hier aan moeten geven. Hè? Daarom is het ook heel fijn dat Sleutelstad natuurlijk meedoet, maar ook dat Emiel er is, die foto's maakt. En nadat ik het afsluitende woordje gesproken heb, zal er een lunch geserveerd worden. Maar is er ook een fotosessie? Iedereen kan foto als de genomineerden, eventueel met Jolande of met Marleen, net wat je wil. En Henk coördineert dat, die staat daar. En Emiel die maakt de foto's. Ik wil eigenlijk hierbij laten. Ik wil iedereen van harte danken dat hij hier geweest is. Dat we het ook binnen coronaregels netjes hebben gedaan. Denk er ook straks nog eventjes aan als we weer wat meer gaan bewegen. Dus mondkapjes afstand. Nou ja, we kennen het wel, zelfs van het Sinterklaasjournaal. Dus nogmaals, iedereen hartelijk bedankt. Ook mijn mede-juryleden en met name Lotte, die nou weg is, die ook de...
die het klappen introduceerde, Lotte van Inclusio, heeft ontzettend veel werk voor ons gedaan. Het is jammer dat ze weg is, maar dat komt nog wel. Dus iedereen hartelijk bedankt. En nu wat foto's en bijkletsen is altijd goed. Dus dankjewel. En nog één puntje. Ja, ik ben weer iets vergeten natuurlijk. Alle genomineerden krijgen ook nog een cadeaubon. En dat regelt Bernadette.